Welkom bij Bammer de Bam. Vandaag gaan we naar Bonami. Wat staat er? Games & Computers Museum. Ik ben zo benieuwd. Ik zat al de hele tijd op internet te kijken. Wat stelt daar eigenlijk allemaal voor? Nou, we gaan vandaag gewoon eens even kijken. En ik heb mijn cameraman meegenomen, Alex. Woe! De Bonami Museum zit in Zwolle. Super goed te vinden, mooi industrieterrein, goed parkeren. We kwamen eraan, we kwamen trouwens lopend. Dat vonden we even op dat moment wat handiger, want we zaten in het centrum zelf en zijn gelopen daar naartoe. Nou, als je van het centrum vanuit Zwolle hier naartoe loopt met de voet, doe je daar ongeveer 20 à 30 minuten over. Dus, en hier bij het museum heb je ook een goede parkeerplaats. Maar we kwamen binnen en we vroegen van, goh, mogen we even de camera gebruiken voor een vlogje? Nou, dat hadden ze liever niet. Je mag wel foto's maken. Maar ik zou wel Bonami willen vragen, volgende keer laat ons gewoon toe als vloggers. Dan maken we nog een mooier beeld van jullie superleuke en mooie museum. Nou, je komt binnen. Dit zie je meteen gebeuren bij een vitrine. Zie je wat Nintendo-accessoires. Wat natuurlijk super gaaf is. De Roll and Rocker. Dit komt wel een beetje Back to the Future 2 over. Ik heb er nooit op gespeeld. Niet op deze. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat precies werkt. En je zag ook heel veel oude computers staan. Ook veel analoge computers. Daar is dit volgens mij een voorbeeld van. Wat je hier ziet, dat is de programmeerbare calculator. En die komt uit 1964. Dus ik heb ook even wat foto's gemaakt van als ik dacht van deze beschrijving vind ik heel tof. Dit soort dingen zie je er ook bij. Dan ja, daar leer je toch ook weer wat van Olivetti. Dit is heel apart. Ik was bij de vader van mijn vriendin Maaike, bij de vader en moeder. En hij liet me dit zien, ik weet niet hoe je het uitspreekt, de kathodestraalbuis. Dat is een CRT of beeldbuis geheten. Dit is eigenlijk een beeldbuisdingetje. En die ochtend heb ik dat bij hem gezien, want hij had nog zo'n ding liggen. Ik had nog nooit zo'n ding gezien en ik kom smiddags samen met de broer van Maaike bij het Bonami Museum aan. En wat zie ik? Ook weer zo'n beeldbuis. Dus wat is de kans dat je, als je iets nog nooit hebt gezien, dat twee keer op één dag ziet? Dat vond ik wel even heel grappig. Dit, wat je hier ziet, dit is wel een analoge computer. Waardoor eigenlijk allemaal, ja, hier zie je die draadjes, die worden steeds met elkaar verbonden door middel van signalen, weten ze van of het, je ziet ook bijstaan, een analoge computer. Digitale computers gebruiken eentjes en nulletjes, dat weten we, binair, of je wist het niet. Een analoge computer werkt met voltages, dus bij elke negatieve of positieve waarde kan worden gebruikt als een invoer- of uitvoerdata. 1968, wat waren mensen toch inventief? Want ja, nu kun je bijna niet meer voorstellen, maar het is dus ooit begonnen als een analoge computer. Natuurlijk ook mijn liefdes kwamen voorbij, de spelcomputers, de bovenste heb ik zelf, de Woody, de Atari Woody. Maar ook, je zag ook een soort Parker, dat is eigenlijk hetzelfde. Dus een soort, ik denk een display systeem voor een winkel destijds, zodat je meerdere spellen kon spelen en uitzoeken. Je ziet hem hierbij staan, 1978, de Atari 2600. Ik maak voor Bammer de Bam zeker daar ook nog filmpjes voor dit kanaal. En de doos, hoe een betoverende doos. Een of andere manier ben ik gewoon gek op dozen. Ik kan ook nooit afstand doen van dozen. Ze hebben iets. Het heeft te maken met de belofte wat je daarbij aantreft. Dus vind het zo jammer dat ik al mijn oude dozen heb weggedaan van mijn oude consoles. Want de allereerste Xbox, wat had ik nog graag die doos gehad. Maar ja, oké. En daaronder zie je andere doosjes liggen van de game cartridges. Dus ook super gaaf. En dit is dan die verzamelding wat volgens mij, wat je dan zag bij de desbetreffende winkels. De videopack, de G7000, heb ik zelf nooit gehad, veel over gehoord. Dus was ik ook wel heel erg benieuwd naar. En dit was eigenlijk een van de eerste videoconsoles, denk ik dan, gameconsoles van Philips. En ja, dat was wel heel wat. Hier staat, kan vier verschillende grafische objecten weergeven. De achtergrond sprites, vier bewegende figuurtjes en één speelbaar figuurtje.
Het is toch geweldig. En ja, oh ja, en 64 voorgeprogrammeerde figuurtjes. Nou, dit was toen eigenlijk helemaal top-notch eigenlijk. En daarbij had je een soort Pac-Man. En die heette dan een Munchkin. Ben ik ook heel benieuwd naar hoe die eruit zat. En dit is dan natuurlijk de doos, wat ik weer geweldig vind. Trouwens, Alex attendeerde mij hierop. Heel stereotyperend. Je ziet het zoontje en de man. Zie je de joystick vasthouden. En de vrouw en het meisje kijken ernaar wat de mannen doen. Dus vond ik een leuke observatie. Was me nog niet zo opgevallen, maar inderdaad. Hier alle videopack spelletjes die destijds verkrijgbaar waren. Ik denk bij uitgave van deze poster. En hier zie je nog even in dienst. De P2002 was een homecomputer. En hier kan ik wat over vertellen. Ik heb namelijk bij Advertising Heroes heb ik gesproken met de man die hier destijds verantwoordelijk voor was. En dat vind ik wel heel grappig. En die heeft nou een boek geschreven over dataverwerking en data privacy. En hij heeft zelfs nog destijds in de 90 jaren met Jeff Bezos nog geluncht. Toen Jeff Bezos, de rijkste man nu ter wereld van Amazon, nog niet zo bekend was. Dat was een beetje een hippie die eraan kwam met een Volkswagen busje, zoals hij beschreef. Dus zo kunnen dingen ook veranderen. Commodore 64 heb ik zelf nooit gehad. Ik ben een MSX-man. Ik heb een keer zo'n emulator gehad. En toen kwam ik erachter dat ik de MSX-kleuren gewoon mooier vind dan de Commodore 64. Maar als je bent opgegroeid met deze computer, is dat natuurlijk een warme deken van nostalgie. Ook heel gaaf. En dit hadden ze even open gezaagd. Of ja, wat het ook is. Zodat je ook even naar binnen kon kijken van deze computer. Natuurlijk wel een van de meest bekende homecomputers die er was. Want hier kon je natuurlijk heel wat spelletjes op spelen. Pong van Atari. Een geweldig spel. En deze heb ik wel gehad. Als bij Huize Dost was dit de allereerste videoconsole die we hadden. De Odyssey 2001. Met slechts een paar spelletjes erop, dat weet ik nog wel. En de belofte hiervan was ook altijd veel groter dan dat het daadwerkelijk was. Want je sloot hem aan, je ging een paar keer Pong spelen en toen had je het wel gehad. Maar eerlijk gezegd, als ik hem weer zou tegenkomen, zou ik hem weer kopen. Want dit is voor mij weer een stukje nostalgie. De Odyssey 2001 met een mooie doos erbij. Deze hebben Alex en ik nog wel even gespeeld. De Pong stond echt een arcadekast daar met de oude Pong met een CRT-beeldscherm erbij. En het verbaasde ons hoe soepel dit spel nog speelde. Gewoon heel goed. Er was geen lag of iets dergelijks. Dat hadden ze goed door. En ja, natuurlijk een heel simpel spel. Dan komen we bij mijn computers aan. Dit is een Sony MSX-HB10P. Ik heb de opvolger hiervan ook. De Canon V20 MSX computer. Ja jongens, ik ben dol op MSX. Daar ga ik zeker ook weer bij Bam de Bam over vertellen. Misschien weten jullie dat. Maar ik mag een podcast hosten. Die heet Praten over Apple. Kun je altijd even opzoeken. Er zijn ook video's van. Over 2 weken gaan we weer een leuke aflevering opnemen in mijn studio. Mijn liefde voor Apple is best groot. En als ik dit soort dingen zie, word ik wel heel erg blij van, hoor, moet ik zeggen. De Apple II van Apple van april 1984. De Macintosh. En dit was een flat panel display. Ik weet niet precies wat die kan, maar ik kan hem nog nooit gezien. Ik dacht, ik zet hem op de foto. MSX computer weer. De Toshiba MSX computer 64K. Deze heb ik, de V8020. Niet deze doos, jammer genoeg. Maar wel de inhoud daarvan. En dit is een andere doos. Vond ik heel grappig. Dus er zijn 2 uitvoeringen van deze dozen. En dit is meer. Ja, dit ziet er natuurlijk wel wat hipper uit voor de consumentenmarkt. Als je ooit zegt dat je computer een virus heeft, dan kan het ook gewoon zijn dat je een coronacomputer hebt. Dat vond ik leuk. Die bestaat gewoon. Een corona oude PC. Deze heb ik vroeger gehad. Dit was mijn allereerste MSX computer die ik vroeger had. Dat was de MSX HBF9P met twee cartridges. Eentje daar, die gebruikte ik voor mijn disketten. Ik had een externe disk drive met zo'n cartridge erin. En de bovenste kon ik gewoon de spelletjes mee spelen. Maar die heb ik nooit gehad. Ik heb altijd met diskettes gewerkt. Omdat ik het geld als jongetje niet had om voor die mooie cartridges.
Maar ja, toch een oude liefde. Dit was mijn allereerste computer die van mij was. Dus hoe grappig is die niet? En misschien zie je dat, vind ik ook heel grappig. Dat kom je tegenwoordig ook niet meer tegen. Bij de F en bij de J zaten er puntjes bij op de toetsen. Zodat, ja, dat was je oriëntatie. Dat je wist van, oh ja, nou ben ik hier. Dus dan kon je ook wat beter blind typen. Natuurlijk vergeeld, zoals dat hoort bij een oldschool computer. Deze heb ik niet, ook nooit gehad, maar ik vond hem wel heel gaaf uitzien. Terwijl het wel een oude computer is. Ook een MSX. We hebben nog even een spel gespeeld. Hier zie je een Mickey-spel van Sega. Daar hebben we ons eventjes mee vermaakt. En dit geeft een beetje de ruimte in, het beeld van de ruimte die past bij Bonami. Tenminste, ja, zo ziet dat eruit, al die ruimtes. Ook heel grappig, deze Apple wilde ik altijd heel graag hebben. Dat was toen 2001 Steve Jobs weer helemaal in het zadel van Apple kwam. Toen heeft hij de Colorful Macs uitgebracht. Wat een mooie machine was dat. En dit was weer de redding van Apple. Apple was bijna failliet. Zo kun je bijna nou niet meer voorstellen. Maar 1997 zijde draadje. Microsoft, Bill Gates heeft nog geld ingepompt. En Steve Jobs heeft er zelf voor gezorgd dat hier zitten een paar marketinglessen in. Die ik misschien nog een keer bespreek bij Bammer de Bam, als je het leuk vindt. En zo ziet het van de achterkant uit. Nou, het zijn beauties toch? En de doos, ja. Dan gaan we weer kwijl, kwijl. CDI, als jullie Retro Smash een tijdje hebben gevolgd, weet je dat ik dol ben op CDI. Wat zeker ook weer terugkomt bij Bammer de Bam. En ja, hier zie je mij gewoon heel blij zijn in de achtergrond, Alex. Alex is ook nog even op de foto geweest als het gaat om racen. Even een close-up, want je had daar een complete arcadehal. Dus je betaalt daar €15 trouwens per persoon. Maar dan heb je vrij toegang tot het museum en tot de arcadehal. En dan, en heel eerlijk, en als je een drankje wil nemen, dat zijn ook retro prijzen. Want een paar euro voor een colaatje en super aardig en super leuk. En dit is de laatste foto volgens mij die ik heb gemaakt. En dat was een Zelda figuur die ik zag. Waarvan ik getwijfeld heb, zal ik hem meenemen of niet? Want hij was best groot, maar ik heb besloten om hem niet mee te nemen. Ja, jongen, dit was mijn korte rondleiding van het Bonami Museum. Bonami, alsjeblieft, laat me een keer filmen bij jullie. Ik maak er een mooi filmpje van, want er is genoeg te zien. En met beeld en geluid wordt alles nog veel leuker. Tot de volgende aflevering van Bammer de Bam. Bammer de Bam Bam. Bam, bam.